Hallo mensen en welkom bij weer een nieuw tutorial van hoe maak je Minecraft plugins. In deze tutorial ga ik jullie leren hoe wij een simpele home plugin kunnen maken. Wat gaan we nou precies maken? Nou, dat is heel simpel. Als ik het command /set home gebruik, dan staat er home succesvol gezet en dan heb ik mijn home op deze locatie gezet waar ik net stond. Als ik dan /home doe, dan teleporteer ik naar mijn home die ik heb gezet. We hebben ook nog /delete home. Daarmee kan je je home verwijderen en als ik nu weer /home doe, dan staat er je hebt geen home omdat ik hem heb verwijderd. Dit gaan we dus vandaag maken, dus laten we naar de code gaan. Ik ben nu aangekomen bij mijn code en ik ga voor deze plugin even een nieuw project aanmaken. Want wij gaan namelijk de config.jml gebruiken om de homes op te slaan. En in dit project heb ik al een config.jml, dus daarom is het handiger om een nieuw project aan te maken voor onze homes plugin. Dus ik raad je aan om dat ook te doen. We gaan hier linksboven naar file, dan naar nieuw en dan project. Dan kiezen we natuurlijk Minecraft en dan kiezen wij voor een spigot plugin. En dan doe je de group ID, daar typ ik in dev.tim. En de artifact ID geef ik mee als homes tutorial. En deze version zet ik op 1.0. Zorg ervoor dat je hier op een Maven hebt geselecteerd. Als je niet weet wat dit allemaal is, kijk dan de allereerste video van hoe maak je Minecraft plugins. Daarin leg ik uit wat dit allemaal inhoudt. Dan klikken wij op next. Dan geef ik als pluginnaam gewoon homes tutorial mee. Als main class kan ik gewoon main meegeven. En dan kan je dit nog invullen als je dat wil. Dat ga ik nu niet doen. Minecraft version kan je ook aanpassen als je wilt. Er is ook een nieuwe Minecraft versie, namelijk 1.19. Je kan die selecteren als je wilt. Ik selecteer gewoon 1.18.2 omdat ik mijn server ook in 1.18.2 heb. Daarna klikken wij op next en dan geef je het project een naam. En deze geef ik gewoon homes tutorial. En dan kan je hier nog eventueel selecteren waar je project wil opslaan op je computer. En dan klikken wij op create. En dan doe ik this window. En dan kunnen we dit even allemaal wegklikken. Zo. En dan maak ik dit wat kleiner. En dan gaan wij dit allemaal openen natuurlijk. Zo. En dan kunnen wij hier in de main class kunnen we deze eventueel verwijderen. En dit ook. En we willen onze homes natuurlijk opslaan in onze config.jml. Dus ik ga naar resources en ik maak een nieuwe file aan. En deze noem ik config.jml. Als je nog niet weet hoe je met configs werkt, kijk dan even de vorige video. Deze kunnen we in principe gewoon leeg houden, want we hoeven geen default settings daarin te zetten, zeg maar. Wat we natuurlijk wel moeten doen is in de unenabled default settings moeten we kopiëren en daarna nog de config save. Dus dat doen we met getConfig.options.copyDefaults en die zetten wij op true. En daarna doen wij save config. Oké, laten wij nu beginnen met het maken van onze set home command. Dus ik ga hier op klikken en dan maak ik een nieuw package aan en die noem ik even commands. En daarin maak ik dus een nieuwe Java class aan. En deze noem ik set home command. Bij een command doen we natuurlijk implements command executor. En dan gaan wij hier met onze muis overheen en dan doen wij implement methods. En dan klikken wij op oké. En dan doe ik gelijk even return true. En dan ga ik hem ook gelijk even registreren. Dat doen wij in onze main class. En dan doen wij get command. En deze noem ik set home. Een set executor new set home command. En in onze plugin.jml moeten we hem ook nog registreren. Dan doen wij met commands. En dan set home. Beschrijving. Zet je home. En de usage dat is slash command. Dan kunnen we deze wegklikken. Oké, wat we nu gaan doen is kijken of de sender een speler is. Dat doen we met if sender instance of player. Dan maken we gelijk een player object aan. Player is tussen haakjes player sender. En nu moeten we natuurlijk toegang krijgen tot de config methode eigenlijk. En dat kunnen wij hier niet doen, want wij kunnen hier niet getConfig intypen. Dat kan wel in de main class zoals je hier kan zien. Maar hoe we dit wel kunnen doen is, als wij een constructor aanmaken, dan hebben we wel toegang tot de getConfig methode eigenlijk. In de vorige video heb ik op een andere manier laten zien hoe je toegang kan krijgen tot de getConfig methode. Maar ik ga nu laten zien via een constructor, dus hoe je een constructor kan maken. En hoe we dat doen is, je zet hier bovenaan, zet je neer private en dan de naam van je main class en dat is main.
En deze geven we een naam mee. Ik kan bijvoorbeeld main meegeven. Maar ik kan hem bijvoorbeeld ook plugin meegeven. Ik doe nu gewoon even plugin. En daaronder zetten wij public. En dan de naam van deze klas. En dat is setHomeCommand. SetHomeCommand. Tussen haakjes. En dan weer de main klas. En dan weer dezelfde naam als wat hier staat. En dan doen we deze. En dan doen wij this. Punt. En dan deze naam. Dus this.plugin is plugin. Zo doe je dat. Zo maak je dus een constructor aan. En wat je nu krijgt is, hier komt dit te staan. En als je hierop klikt, dan ga je terug naar de main class. En dan zie je hier dat hier een rode lijn op komt te staan. Want hier moeten wij namelijk de main class invullen. Want als je op Ctrl P klikt, dan zie je dat we hier een main class nodig hebben. En de main class, daar zitten we nu eigenlijk in. Dus we kunnen heel simpel gewoon this neerzetten. Omdat dit de main class is. En als wij nu plugin het getconfig doen, dan hebben we dus toegang tot de getconfig methode. Om onszelf even wat makkelijker te maken, ga ik even een config object aanmaken. En dat doe je met file configuration. En deze geef ik dan de naam mee config. Staat gelijk aan plugin.getconfig. En zo kunnen wij dus config doen. En dan kunnen wij alle dingen krijgen van de config dus. Wat ik ook even ga doen is een nieuwe string aanmaken. Deze noem ik UUID. En die staat gelijk aan de player. .getUniqueID.toString. En wat dit is, de player.getUniqueID. Elke player heeft een unieke ID en die gaan wij opslaan in de config. Stel nou, je slaat de namen van de spelers op en iemand verandert zijn naam, dan klopt het niet meer. Maar als je de UUID opslaat van de spelers, dan kan dat niet veranderd worden, want UUID's kunnen nooit veranderd worden. Elke speler heeft een unieke ID en die kan nooit veranderd worden. Dus de UUID van de speler, die gaan we straks opslaan in de config. En straks gaan we kijken welke locatie staat bij de UUID. En daar is dan de home van die speler. Wat we nu ook gaan doen is een location object aanmaken. En die staat gelijk aan de player.getLocation. Want wij willen de home zetten op de player locatie. Dus op de locatie waar de player op dat moment staat. Dus wat gaan we doen? Location. En die noem ik gewoon even location. En dat is de player.getLocation. Dus dat is de locatie van de speler. Wat we nu eigenlijk willen doen is de locatie opslaan in de config. En wat we nu gaan doen is config.set. Dus wij zetten iets in de config. En wat willen wij zetten? Wij willen de UUID. En die willen wij zetten naar de location. Wij kunnen straks heel makkelijk gaan kijken van, staat de UUID van die speler in de config? Zo ja, dan heeft hij dus een home gezet. En dan kunnen wij spelen dus teleporteren naar een locatie die bij zijn UUID staat. En wat we nu gaan doen is de config nog saven. Want als je iets verandert aan de config of als je iets neerzet in de config, dan moet je daarna nog de config altijd nog saven. En dat doen we met save config. Nou ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus wij moeten de naam, dus wij moeten dus deze naam meegeven. Nou, dat is plugin. En daarna .save config. Dus zo save je dus de config weer. En daarna kunnen wij nog even een bericht meegeven aan de speler. En dat doen we met player.sendMessage. ChatColor.green bijvoorbeeld. En dan home succesvol gezet. Zoiets kan je dan nog neerzetten. Dus wat wij hier eigenlijk hebben gedaan is, wij hebben hier een player object aangemaakt. Wij hebben hier een config object aangemaakt. Zodat wij heel simpel config kunnen gebruiken om dingen te zetten dus. Wij hebben hier een string, een UUID aangemaakt en die staat gelijk aan de UUID van de speler naar een string, dus toString, dus dan wordt het naar een string gezet. En daarna pakken wij de location en dat is de locatie waarop de player nu staat. En daarna zetten wij in de config en dan zetten wij de UUID en daar zetten wij de location op. Dus dan staat de location staat dan op de UUID van de speler. Dus nu is eigenlijk onze set home command is eigenlijk nu al klaar. Dus laten we nu ook gewoon gelijk doorgaan naar onze home command. Dus we gaan hierop klikken op commands, nieuw Java class en dan home command. En dan doen we natuurlijk weer implements command executen. En dan gaan we dit importen. Doen wij return true. En daarna ga ik hem ook even gelijk weer registreren. Get command home.set executor new home command. En we kunnen hier gelijk al even this neerzetten, want wij gaan namelijk ook een constructor maken in de home command class. Dan gaan we nog even naar de plugin.jml. Dan gaan we hem hier ook registreren. Home, beschrijving, teleport
teleporteer naar je home. Usage slash command. Oké, dan gaan we naar onze home command. Dan gaan we gelijk even een constructor aanmaken. Private main. En deze noem ik plugin. En dan moeten we main importen. Public home command. Main plugin. This.plugin is plugin. Nu gaan we natuurlijk even kijken of de sender een speler is. Dus if sender instance of player. Dan maken we een player object aan. Player. Player is tussen haakjes player en dan de sender. Dan gaan we ook even weer een config object aanmaken. Dus file configuration. Deze noemen wij config. Is plugin.get config. Dan gaan we hier ook even weer de UUID verkrijgen van de speler. Dus string UUID is player.get unique ID.toString. Waarom doen we hier eigenlijk toString? Nou, dat komt een unique ID, dat is niet een string. Dus als we het in een config zetten, dan wordt het niet in een config gezet. Je kan wel strings in een config zetten, dus daarom doen wij hierachter nog toString, zodat het naar een string wordt gemaakt, zeg maar. Dan gaan we een location object aanmaken. Dat is de locatie van de speler zijn home, zeg maar. Dus wat gaan we doen is een location aanmaken. Deze noem ik gewoon location. En dat is config.get. En dan de UUID van de speler. Config.get UUID. Wat dit doet is hij krijgt vanuit de config krijgt hij de UUID. Zodat hij daarna de locatie kan krijgen die bij de UUID staat. Want wij hebben hier hebben wij namelijk een location neergezet bij de UUID. Dus zo kunnen wij heel makkelijk de locatie krijgen van de speler zijn home. En wat hier nou onder staat is een rode lijn. Als we hier overheen gaan met onze muis, staat hier nog dat we het moeten casten eigenlijk. Dus als we hierop klikken, zet hij heel simpel, zet hij dan hier tussen haakjes location neer. En dan is het gewoon opgelost eigenlijk. We kunnen nu heel simpel de speler teleporteren naar de location. Maar we moeten natuurlijk ook kijken of de speler wel een home heeft gezet. Dus stel nou de speler heeft helemaal geen home, dan kunnen we hem ook niet teleporteren naar zijn home. Dus wat moeten wij doen? We moeten if config.contains en dan de UUID van de speler. En wat dit doet is hij kijkt, staat de UUID van de speler, staat hij in de config. Dus als dat zo is, dan betekent dat hij dus een home heeft gezet. Maar stel dat is niet zo, dus dan kunnen wij hem else meegeven. Stel dat is niet zo, dan kunnen wij de speler een bericht zenden van je hebt geen home. Dus wat we dan doen is player.sendMessage, chatColor.red, je hebt geen home. En als we dan hierheen gaan, dan betekent dat de speler dus een home heeft gezet, want de UUID staat in de config. Dus dan doen wij player.teleport en dan heel simpel naar de location. En dan kunnen we daarna nog even een bericht meegeven, player.sendMessage, chatColor.green. Geteleporteerd naar je home. Zo simpel is het eigenlijk. Dus wij kijken hier. Staat de UUID van de speler. Staat hier in de config. Dan teleporteren wij de speler naar de location. En de location dat is dus de UUID in de config. En de UUID daar staat dus de location bij. Omdat wij dat in de set home command hebben gezet. Maar stel nou de UUID van die speler staat niet in de config. Dat betekent dat hij dus ook geen home heeft. Dus dan sturen wij de speler een berichtje met je hebt geen home. Laten we nu doorgaan naar de delete home command. Dus we gaan hier weer naar commands. Nieuw class delete home command. Dan noemen we natuurlijk weer implement command executen. En dan gaan we dit importen. En dan doen we dan gelijk return true. En dan gaan we naar onze main class. En dan doen wij get command delete home.setExecutor new delete home. En dan kunnen wij hier ook in principe gelijk weer this inzetten. Omdat wij ook weer een constructor gaan maken in de delete home class. Dan gaan we naar de plugin.jml. En dan registreren wij hem hier ook. Delete home beschrijving. Verwijder je home. En dan de usage, dat is slash command. Kunnen we dit allemaal even gaan sluiten. En dan gaan we ook gelijk weer een constructor aanmaken. Private main, deze noem ik plugin.
public delete home command en dan weer de main class en dan dezelfde naam this.plugin is plugin. En dan kijken wij of de sender een speler is, if sender instance of player. Dan pakken wij een player is player sender. En dan gaan we hier ook weer een config object aanmaken eigenlijk. File configuration, deze noemen wij config is plugin.get config. Dan pakken wij hier ook weer even de UUID van de speler, dus string. UUID is player.get unique ID.toString. En nu willen wij kijken of de speler wel een home heeft. Want stel nou de speler heeft geen home, dan kan hij ook de home niet verwijderen. Dus wat we eigenlijk gaan doen is hetzelfde als in onze home command. We gaan kijken of de UUID van de speler eigenlijk wel in de config staat. Dus heeft de speler eigenlijk wel een home. Dus wat we hier gaan doen is if config.contains de UUID van de speler. Stel dat is niet zo, dat betekent dat hij geen home heeft. Dus dan kunnen wij een bericht sturen met player. Player.sendMessage chatColor.red. Je hebt geen home. Maar stel hij heeft dus een home, dan gaan we dus de home verwijderen. Dus wat gaan we doen? Config.set. En wat wij willen zetten is de UUID. Die staat dan in een config en die willen wij dus verwijderen. Dus hoe verwijderen we de UUID? Dat doen we eigenlijk met hier neer te zetten 0. Dus dat betekent, wij zetten de UUID naar 0. Wij zetten de UUID eigenlijk naar niks. Dus oftewel, de UUID die wordt eigenlijk naar niks gezet. Dus die wordt eigenlijk verwijderd. Daarna moeten we de config natuurlijk nog saven. Want dat moet je natuurlijk doen als je iets gaat aanpassen aan de config. Dus plugin, een save config. En daarna kunnen wij de speler nog een bericht sturen met bijvoorbeeld, je home is verwijderd. Dus wij doen player.sendMessage. ChatColor.green home verwijderd kan je dan neerzetten. Dus nu is eigenlijk onze homes plugin eigenlijk helemaal klaar. Wij hebben dus een set home command gemaakt waarmee je je home kan zetten. Wij hebben een home command gemaakt waarmee je naar je home kan teleporteren. En wij hebben een delete home command gemaakt waarmee je je home kan verwijderen. Het is een simpele plugin om te maken, maar het is natuurlijk altijd leuk om een home plugins te hebben in je server. Voor bijvoorbeeld survival servers of faction servers bijvoorbeeld. Maar laten we nu onze plugin gaan testen. Dus wij klikken hier op build. Als die klaar is, kunnen wij deze weer sluiten. En dan gaan we naar onze target folder. En dan kopiëren wij deze. Ctrl-C en dan gaan wij naar onze server. Plugins en dan Ctrl-V. En dan gaan wij onze server weer opstarten. Oké, ik ben een server gejoined, dus laten we de plugin eens gaan testen. Ik begin even met eerst slash home te doen, even kijken wat er dan gebeurt. Er komt natuurlijk te staan, je hebt geen home. Dus laten we nu even onze home gaan zetten, slash set home. Home succesvol gezet. En als we nu even gaan kijken naar de config.jml, dan zie je natuurlijk mijn UUID en dan zie je daaronder zie je de locatie van mijn home. Dus zo komt het er eigenlijk uit te zien in de config. En hieronder komen dan alle andere homes die spelers hebben gezet. Dus laten we even wat verder weg gaan lopen en laten we nu slash home doen. Slash home. En dan komt het te staan geteleporteerd naar je home. En laten we nu even delete home doen. Slash delete home. Home verwijderd. Laten we nu eens gaan kijken naar de config.jml. En zoals je ziet is onze home verwijderd en is onze config.jml nu weer leeg. En als wij nu weer slash home doen, dan komt er natuurlijk te staan, je hebt geen home. We hebben nu succesvol een simpele homes plugin gemaakt. Vergeet niet te abonneren en te liken. En reageer in de reacties wat je de volgende tutorial wilt zien. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken naar deze tutorial. Later.